Er zit toch veel op mijn lijf. Wij gaan weer verder. Ik zit gewoon te kletsen en normaal krijg ik een teken opeens. Ik zie een lamp. Dus ik schrik me de tandjes, maar dat maakt niet uit. Ik ben net begonnen. Het is een snuffelstage, dus ik vind het allemaal goed. Ik doe zelf mijn techniek. Dat is ook heel knap. Dat ziet er allemaal erg professioneel uit. Maar dat maakt niet uit. We zitten hier voor het goede doel. Bij mij aan tafel collega cabaretière Jorra Rienstra. Al 11 jaar op tournee. Prachtige voorstellingen gemaakt. Nou ja, hier de ene 5-sterren recensie naar de andere. Maar daar zit je dan dus nu bij mij aan tafel. Dat is volgens mij je enige uitje deze maand, of zie ik het verkeerd? Deze maand? Deze 3 maanden? Deze anderhalf jaar. Ja, ja, precies. Nou, toen er werd afgekondigd dat er maar voor 30 man mocht worden gespeeld, was ik in de gloria. Want ik ben dan gewoon de afgelopen 11 jaar uitverkocht geweest met terugwerkende kracht. Ja. Ik heb altijd voor 30 man gespeeld. Ik weet ook nog hoe het is. Ja, ja, dat is pittig. Dus nee, voor mij is er geen verschil eigenlijk. Nee, maar goed. Jij bent ook. Jij gaat nu een voorstelling maken. Nee, eigenlijk dus helemaal niet. Ik stop er ook niet mee. Ik dacht, ik neem een sabbatical. Ja. Ik ga dus aankomend seizoen, was ik niet van plan om een voorstelling te maken. Na 11 jaar dacht ik, ik moet eens een keer seizoen even niet toeren. Maar nu ben ik wel spontaan met Noël van Santen zijn we bezig om een idee te ontwikkelen. Van Santen, die is van Schudden. Ja, dus wij proberen nu tot iets te komen en we zien mogelijkheden in het najaar waar misschien wat gaten gaan vallen door producties die niet kunnen doorgaan. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. Jij denkt, dat is een gat, daar stap ik in. Ja, inderdaad. Ja, en dat gaat hier. Hey, ga ik wel vullen. Want, het is straks als er 100 mensen in die zaal kunnen. Je hebt een technicus mee. Noël staat op toneel. Je bent samen. Dat huis met dat zwembad zit er nog niet in natuurlijk dan. Nou, dat zat er sowieso. Weet je wat het is? Ik bedoel, jij weet dat ook. Je gaat niet het vak beginnen met het feit dat we gaan eens rijk worden. Voor het huis met zwembad. Dus ik ben al lang blij dat ik gewoon nog wat inkomen heb. Ja. En nu door die hele coronatijd neem ik alles aan wat op mijn pad komt. Nou, niet alles, maar goed. Wat vind jij er nou van dat het vak voelt. Voel jij jezelf. Nou, laat ik het anders stellen. Voel jij jezelf ook ontkend door de politiek? Heb jij ook het idee dat de culturele sector helemaal op het eind komt en eigenlijk niet altijd belangrijk wordt gevonden? Ja, maar dat vond ik sowieso hiervoor eigenlijk ook al. Voor de hele coronacrisis? Ja, het is eigenlijk altijd een strijd om jezelf te laten gelden, ook richting de politiek. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Duitsland, dat gaat er zo anders aan toe. En dat vind ik jammer, dat al die jaren dat er een soort strijd blijft. Ja. Terwijl dan denk ik, iedereen gaat uiteindelijk een keer naar theater. Iedereen heeft ermee te maken. Of naar iets cultuur. Maar er is ook heel vaak. Ik heb ook heel vaak het idee dat je denkt. Oh ja, dat is ook cultuur. Weet je, dat je helemaal niet. Ja, Nick en Simon ook cultuur. Nou ja, Nick en Simon is cultuur. Maar ook weet ik veel wat. De playbackwedstrijd op de camping die door een aantal vrijwilligers elk jaar wordt georganiseerd. Wat nu niet kan voor die kinderen. Ja. Doe maar wat. De plaatselijke fanfare. Het dorpsleven met een toneelgroep, wat heel belangrijk is. Ja. Het is voor de samenhang ook vaak. Een nou, en het begint al eigenlijk vanaf het moment dat je baby. Er zijn onderzoeken aangetoond waaruit blijkt dat baby's reageren op muziek op het moment dat ze in de baarmoeder zitten. Ja. Nou, daar begint het dus al. Daar begint het al mee. Inderdaad. Ja. Dat is jammer dat niet door iedereen wordt gezien. Hey, luister, jij gaat ook nog een lied zingen. Ja. Maar je gaat, zoals iedereen die hier aan tafel zit, ook nog tekenen voor het aantal mensen die nu gedupeerd zijn. Ja. Van het feit dat Jorra Rienstra eigenlijk niet helemaal meer kan doen wat ze wilde. Maar volgens mij, als ik het goed bedoel, want je zou een sabbatical houden. Nee, helemaal niet. Oh, precies. Maar ik bedoel, trouwens. Nou, ik heb vorig jaar een sabbatical gehouden. Ja. Dan krijgt er nou eentje bij. Oh, je hebt een extra sabbatical. Nee, ik wilde gewoon. Ik doe ook televisiewerk en ik wilde me iets meer daarop focussen. Ja, maar precies. Goed, weet je, in televisieland is het nu ook moeilijk. Dus in die zin. Maar ik ga wel tekenen. Maar persoonlijk ondervinden mensen ook last van je. Want ik weet niet hoe jij dat hebt thuis. Maar je bent ook soms misschien heel chagrijnig omdat je niet op dat toneel staat. Nou, ik heb de afgelopen maand al een paar keer gehoord. Het wordt weer tijd dat er ergens een theater open gaat. Vind ik ook heel erg om voor een lege zaal te staan. Ik zet je er wel gewoon neer. Ja, precies. Ik haal je om 11 uur wel op. Ja, dat vind ik inderdaad. Ik begon op een gegeven moment zelf thuis de gordijnen op te hangen. Open te doen en mijn showtje te maar spelen. Maar mijn man werkt bij Heineken en die moeten ook allemaal thuis. Dus die zit nu ook hele dagen thuis te werken. Dat is ook wel wennen natuurlijk. Ja, maar kan je wel lekker bier proeven samen? Ja, maar ik drink geen bier. Oh. Ik drink geen alcohol. Oh. Dat is. Nou, dus, maar goed, namens hoeveel mensen ga jij tekenen? Dan ga ik nu namens 8 mensen tekenen. Namens 8 mensen ga jij tekenen. Maar moet ik dan ook 8... Die 8 mensen gaan op de teller? Nee, je moet 1 keer. Ja, niet 8 keer. Want we hadden van de week iemand die stond voor 162.000 muzikanten. Dus dat was een heel gedoe geweest. Ja. Dus Jorra, jij gaat zo meteen zingen. Ik wens je heel veel succes. Moet ik nu eerst tekenen? Ga jij eerst maar even tekenen. Ja.
Ja, en dan terwijl Jora tekent, kan ik u vertellen dat vanavond de minister komt, minister Engelshoven. En dat is rond een uur of negen vanavond. Zij wordt geïnterviewd overigens door Frenk van der Linden, want dat laten ze natuurlijk niet aan mij over. Dat snap ik ook nog wel. Ik bedoel, als ik één fout maak, ben ik het lachertje van de culturele sector in Nederland. Dat moet iets beter voorbereid. Maar wel heel spannend. Ze zou eigenlijk morgen komen, maar door een schema en een agenda is dat dus vanavond geworden. Dus blijf allemaal kijken. Minister Engelshoven hier in gesprek met Frenk van der Linden. Maar we gaan eerst luisteren naar een prachtig lied over de liefde. Want uiteindelijk, Jora, daar komt het uiteindelijk altijd op neer. Op de liefde, daar gaat het om. Jora Rienstra. Yes. Hoe je lacht, hoe je huilt, hoe je danst, hoe je praat, hoe je loopt, hoe je kijkt, hoe je naast me slaapt, hoe je ruikt, hoe het voelt als je bij me bent. Ik hou van jou. Hoe je zwijgt, hoe je schreeuwt, hoe je zeurt, hoe je drinkt, hoe je zwijgt, hoe je praat, hoe je voor me zingt, hoe je ruikt, hoe het voelt als je bij me bent. Ik hou van jou. Hoe je vraagt, hoe je denkt, hoe je zweet, hoe je plast, hoe je snurkt, hoe je eet, hoe jij je wast, hoe je ruikt, hoe het voelt als je bij me bent. Ik hou van jou. Hoe je chanst, hoe je kwijt, scheld, hoe je aait, hoe je kotst, hoe je niest, hoe je naar me zwaait, hoe je briest, hoe je faalt, hoe je lalt, hoe je bloost, hoe je krabt, hoe je bijt, hoe je me troost, hoe je ruikt, hoe het voelt als je bij me bent. Ik hou van jou. Hoe je peinst, hoe je staart, hoe je zeurt, hoe je drinkt, hoe je staat, hoe je rijdt, hoe je van me zingt, hoe je ruikt, hoe het voelt.